Knalpijn van de week? Of niet? Deze ga ik even niet vastpakken als je het niet erg vindt. Ik krijg zo'n zwarte... Wat voor jou? Doe eens, nog een keer. Het is echt raar. Nog een keer. Het is echt raar. Ja, nu doe je me eigenlijk al te serieus, doe je hem. Nog even, wat je net deed. Even wat je net deed. Als het gewoon echt zo is, weet je wel. Het is raar. Het is echt raar. Nou, dat is het zeker. Ik ja. Voor de weekvideo. Voor de weekvideo. Ik heb... Jij hebt ook gefilmd? Ja. Voor de weekvideo. Tjaka, dit wordt een goede week. Oké, nou. Roepje ook. Is die niet te groot? Nee, want de andere maat past bij jullie. Waar moet je een riempje om dan? Ja, doe even een riem om een keer in je leven. Zal ik een riem voor je kopen? Dan zal ik hem ook gelijk even aan. Ik zal er gelijk even die riem even aantrekken bij je. Oké. Nou, even iedereen even houden tegen mij. Zo is het. Deze BMW M4 Competition Cabrio staat bij ons te koop. En we kwamen erachter dat rechtsachter de ruit niet meer goed functioneerde. En hierdoor de cabriokap ook niet meer open of dicht ging. We hebben het uitgezocht en toen kwamen we erachter dat de motor van het raammechanisme was geoxideerd. En hierdoor het niet goed werkte. We hebben de motor weer goed schoongemaakt, goed ingevet. En hierdoor functioneert alles weer naar behoren. Welkom bij de knalpijp van de week. En knallen doet hij. Alleen dat zijn hele zwarte roetpluimen. Nou, wat heeft hij dan? Dit is... dat noem je ook een douwpijp bij de diesel, denk ik. In ieder geval, dit is een gedeelte van de uitlaat van deze Range Rover. En dit is het dieselpartikelfilter. En die zat verstopt. Die hebben we een keer een reinigingsbeurt gegeven en middelen erin gedaan en dit en dat. Wilde niet werken. Heeft er ook mede mee te maken dat er niet constant lange afstanden worden gereden met deze auto, maar best wel heel veel korte stukjes. En daar houdt in ieder geval deze diesel niet echt van, maar het kan meerdere redenen hebben dat dat dieselfilter vol is geraakt. In ieder geval
Hij is vervangen. Compleet nieuwe roetfilter, ja, met de rest wat erbij hoort. Origineel gemonteerd. En hij doet het weer perfect. Hij kan zijn regeneratieproces gewoon weer voltooien, wat hij dus eerder niet meer kon. Toen zegt hij, joh, kan regeneratie niet meer voltooien. Dus naar de kloten, vervangen. Nou, in overleg met de klant hebben we dat gedaan. Maar in ieder geval, ik vind nog wel dat hij even gewassen moet worden. Want hij heeft best wel een flinke reparatie achter de boeg. Dus we gaan hem denk ik nog even wassen. Maar dat komt zo. Dan hebben we hier de Cayenne Hybride. Heeft heel kort bij ons te koop gestaan en is reeds verkocht. Ik zal het maar niet hebben over de eigenaar van deze auto. En of wie erin gereden heeft. Maar er moest wel vier wielen gerepareerd worden. Maar goed, dat wordt geregeld. Is geregeld. En na het weekend zijn die velgen terug. Poetsen. Klaarmaken. En afleveren. Oh. Oh. Ho. Piep. Maurice haakt in. Glascoating. Nou goed, poetsen. Glascoating. En eventueel nog een uitlaataanpassing. Downpipe. Dat is nog wat er mogelijk gaande gaat zijn. Dus we zijn nog niet van hem af. Dan. Tjaka! De Busy Mobiel. Het is weer winter. Onze vriendelijke vriend Busy. Leo heet hij. Die zit in Bali met zijn familie, met zijn gezin. En dan is het altijd tijd voor een grote beurt aan zijn auto. Onderhoud, maar ook een nieuwe kleur. Het roze heeft hij nou denk ik ongeveer een klein jaartje mee gereden. En dat wordt tijd voor wat anders. We zijn nog in dubio wat. Hij heeft wel een idee wat hij wilt. Ik heb ook wel een idee wat ik hem adviseer. Zijn idee is op zich leuk, maar ik ben nou benieuwd of er iemand is die zegt, maar ik heb echt een goed idee. Want ik heb zo het gevoel dat dit wel het laatste jaar met deze auto gaat worden. Een voorgevoel. Maar dat zien we over een jaar. Dus er stiekem vanuitgaande dat dit echt de laatste kleur wordt op de auto. Wat zouden we dan als final kleur, color, moeten doen? Dus dat in ieder geval nu alle wrap. Delen, resten, dat soort dingen eraf. Dus de achterbumper moet er nog af. Dit gedeelte moet nog uit elkaar. Hier zit het tussen. Daar zit het tussen. Dus alle verlichting moet eruit. Schoonmaken. Er zijn wat delen beschadigd. Hij heeft wat geraakt. Een keer dit en een keer dat. Even fixen. En dan gaan we hem in elkaar zetten. En maar daarna gaan we nog een keer bedenken. Welke kleur wordt hij? En wellicht kiezen we jouw kleur wel. Wij hebben hier een hele grote doos, plus nog een doos erop. Dat moet ik toegeven, dat is van een andere auto. Dit is van een BMW. Dit is niet van een BMW. Dit is namelijk een Urban G-Wagon. Is dat soft kit? Maar dat klopt niet. White body kit. De zwarte G63 die jullie vorige week hebben gezien. Die gaan we ombouwen met de kit die hierin zit. Dat is een flinke doos, dat kan je zien. Dus ook heel veel spullen. En die gaan we volgende week uitpakken. Heel veel carbon. Heel erg veel carbon zelfs. Zo goed als alles is volgens mij van carbon. Gaan we uitstallen. Even pas op de auto, of het allemaal goed zit. Dan gaan we even bepalen welke delen in kleur en welke delen dus blank carbon gespoten worden. En dan gaan we naar de spuiterij. En dan daarna, dus er zit nu nog wel een weekje of twee denk ik tussen. Dan gaan we tot de auto bouwen. Dus volgende week gaan we uitpakken. Dan hebben we daar alle tijd voor. We hebben hier de ingerelde GT63 AMG op de matgroene e-performance. De oude eigenaar van deze auto, die zit in een rolstoel. Dus deze auto had ook een rolstoel voorbereiding. Of in ieder geval de instap hebben ze de wang vervangen door eigenlijk een kussentje. Dat hij makkelijk dus vanuit de rolstoel in kon stappen.
handgas en remmen had deze auto ook, dat is er al af. Maar in ieder geval, de stoel moet eventjes opnieuw weer geprepareerd worden. Met de originele zijwang erin. En dan wordt er gefixt. En dan is die weer origineel. Dus dat wordt nu gedaan. En dan, last but not least, de Abt White Body delen voor de witte SQ7. De auto die gaan we hier dadelijk straks neerzetten. Klaarmaken om alles te demonteren en dan dus klaarmaken om alles van de Abt-set te monteren. Dus straks gaat die auto de lucht in. En dan gaan we maandag starten met het bouwen van de SQ7. Dan hebben we hier de TCR, bekende van de show, ook vorige week gezien. Daar hebben we dus de velgen van gespoten, of laten spuiten, door een speciaal bedrijf. Alleen, bij het monteren is het niet helemaal goed gegaan. Twee velgen, een heel licht chipje uit de lak rondom de boutgaten. Toedracht doet er niet toe, het is gebeurd. Dan moet je het gewoon opnieuw laten spuiten. Dat hoort erbij. Dus het zit mee en het zit tegen. In dit geval zit het niet mee. Goed, dus de velg wilde ik laten zien. Er zit nu hier een velg op van een andere auto. Dat zijn Pretoria's. Achter zit wel de goede kleurvelg. Maar ik ga hem niet laten zien. Maar wat ik wel heb gezien is dat het heel mooi wordt qua eindresultaat. En bij het onderhoud bleek dat hij een olielekkage had aan het oliekarter, eigenlijk de pakking. Schoongemaakt, getest, kwam terug. Dus we hebben ook weer de olie afgetapt. Pakking vervangen, nieuwe pakking erop. Afgevuld en hij is weer lekvrij. Dus al met al best een flink klus aan de auto. Onderhoud en preparatie. En alles bij elkaar maakt het een mooi geheel. De auto staat niet alleen daarop nu te wachten, want ook het stuur is gedemonteerd. Want die wordt opnieuw bekleed met Alcantara. De middenbies zeg maar, van het stuur en de onderkant, zeg maar, die rand, wat een beetje zilverkleurig is, dat wordt nu hoogglans zwart gespoten. Waardoor dat ja, best wel een gave look creëert. En als dat gedaan is, dan doen we nog even mooi helemaal fris maken, wassen, poetsen en doen. En dan gaan we afleveren. Wij staan hier boven in een hoek vol met RS6'en, RS7, RS6 origineel, RS6 Urban met toevoeging, de Mansory motorkap, RS6 C7, RS7 C7, SQ8. Nou, aardig rijtje knallers kan ik je melden. We beginnen hier, voor de trouwe kijker een bekende van de show. Deze auto hebben wij voorzien van een Urban pakket. Downpipes hebben wij verzorgd. Onderhoud hebben wij meermaals verzorgd. En nu staat hij hier, omdat deze auto te koop komt. Dus dat ja, is denk ik mooi voor degene die zo'n auto als deze zoekt. Want uniek is die zeker. Ik bedoel, de originele Abt velgen. Verlaging van Abt. Volgens mij ook de stabilisatorstangen van Abt. Stuurt echt heel goed deze auto. Vampierrood
Inozetec is die gewrapt, maar daaronder is die origineel. Ik denk, bijna zeker weten, Sebring zwart. Kan ik dat zien? Nee, Mythos zwart, denk ik. In ieder geval, metallic zwart. Aangepaste downpipes. Onze eigen downpipes. Tuning, dus hij heeft 750 pk. Venturi carbon luchtinlaat. Urban pakket, dus de splitter, sideskirts, dakspoiler, diffuser. Gewoon een dikke RS6. 2019 december, dus een van de allereerste. Net gereden ongeveer uit mijn hoofd 86.000 kilometer. Hij moet nog klaargemaakt worden. Hij is net enkel gewassen en op de foto geweest. En dan volgt de rest. Intake, wat er gebeuren moet. Reclaarmaken, poetsen, dat soort dingen. In ieder geval, deze auto komt te koop. Dan de RS7. Nou, die staat klaar met weer mooi herstelde velgen. Onderhoud is gedaan en nog wat dingen. Hier, deze staat te wachten op onze set voor velgenreparatie. Volgende week binnen, die velgen. En dan gaan we naar deze. Dit is ook voor velen een hele bekende van de show. En wat voor mij extra speciaal is, ik heb het gevoel dat we een soort handtekening op deze auto mogen hebben. En waarom? Ik vind dat we dit zo mooi gemaakt hebben, dat ik daar keer op keer weer trots op ben. Ik bedoel, het is een auto met een Urban pakket. Mooi, ja, zijn er meer van. Aker Povits uit het systeem, ook heel gaaf, zijn er ook meer van. Ik ben er persoonlijk heel fan van, dat weten heel veel mensen. Maar dit blijft nog steeds dat ene stukje kunstwerk waar ik elke keer als die auto zie staan weer van denk, ja. Echt, dit hebben we echt mooi gedaan. Het spuitwerk, die lijn in de carrosseriekleur. Perfecte lijn, perfecte glans. Structuur van de lak, perfect. Nou, ik spel ze erop natuurlijk. Ook gaaf. Maar nu komt het. Deze auto is zojuist verkocht. En dat vind ik persoonlijk ook heel mooi. Waarom? Iemand heeft een verbouwde auto gezien. Naar een bepaalde smaak. Ik moet toegeven, deze auto was natuurlijk niet voor mij. Dus het is ook nog eens een keer absoluut zeker weten de smaak van de oude eigenaar. Die heeft ook een hele goede kijk op auto's, vind ik. En, maar deze auto heeft een nieuwe eigenaar gevonden. Volgens mij redelijk in de buurt. Maurice heeft het hele traject, het verkooptraject gedaan. Ik heb de koper, althans dadelijk de nieuwe eigenaar, niet gezien of gesproken. Maar één ding weet ik zeker. Dat is een autoliefhebber Kusang. Want als je dit koopt, dan ben je een echte liefhebber. En... nou ja, dat wilde ik eigenlijk gezegd hebben. Zij is verkocht, reclame maken. Dus ergens een plekje op de velg wordt hersteld. En dan gaat hij de deur uit.